Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 20 juli 2016. Het is het bulletin van woensdag. In deze uitzending morsen en een SSTV plaatje. De beelden van de SSTV plaatjes kun je ontvangen door gewoon met de microfoon van de smartphone voor de ontvanger luidspreker te houden. Zeg ik dat nou goed? Ja goed, in ieder geval dat kan met de Robot 36 app bij Android en met CQ SSTV bij iOS. Overigens hetzelfde geldt voor telegrafie. Als je telegrafie wilt leren is dat natuurlijk niet de bedoeling, maar als je op dit moment toch geen morse wilt leren, dan kun je ook de morse in deze uitzending decoderen met je smartphone. Voor Android is een bekende app hiervoor Morse Code Reader uit de Play Store. Er zijn echt redelijk wat apps voor morse waarmee dit kan. En het kan ook gewoon met de smartphone voor de speaker, net als bij SSTV. En uiteraard zijn dit soort programma's er ook voor op de PC. Pokémon Go. Let's start from the top. What is Pokémon Go? It is a video game that you play on your phone. It's out on Android and iOS. It launched last week and has taken over the world, despite the fact that it's actually only available officially in a few countries. It's out in the US and Australia, and it's coming to Europe as well. I think it's in the UK and Germany right now. But the reason it is kind of this huge phenomenon is the sort of core idea of is it takes that idea that you will probably sing multiple times through the show, that you got to catch them all from Pokemon, and takes it and puts it into the real world. So it uses a combination of the kind of GPS functionality of your phone and augmented reality to make it like there are Pokemon all around you. Ja, maar wat dit fragment over Pokémon Go niet laat horen, is de nieuwste variant van de game. Pokémon Go Ta. En wat is nou weer Pokémon Go Ta, zul je zeggen? Nou, dat is de zendamateur variant van Pokémon Go. Of toch niet? Gary Pierce gebruikte het met de nodige humor als titel en zei meteen daarna, en nu ik toch jullie aandacht heb, de nieuwste videopodcast van Gary's Ham Radio Now TV heeft dus inderdaad als titel Pokémon Go Ta. Alle voorspellingen ten spijt trof gisteren 19 juli heel laat toch nog een coronal mass ejection de aarde. De uitbarsting veroorzaakt een kleine G1-klasse elektromagnetische storm die vandaag nog in kracht kan toenemen, terwijl de aarde zich door de magnetische invloed van de CME heen beweegt. Die CME zou eigenlijk pas 21 juli optreden, ja, dat hadden we niet afgesproken. In Scandinavië, high latitude dus, is er vandaag een grote kans op aurora. Vanwege het midzomerlicht is de kans om het noorderlicht ook te kunnen zien op het zuidelijk halfrond echter een stuk groter. Afgelopen zondag 17 juli vond in Engeland de eerste verbinding plaats op de 122 gigahertz band. Dit is een amateurband die we ook in Nederland hebben. De overbrugde afstand was 120 meter en de rapporten in CW die waren aan beide zijden 599. Een eerdere poging om een afstand van 5 kilometer te overbruggen lukte niet. 122 gigahertz is een band die bekend staat om zijn hoge trajectdemping. Vanwege extra demping door zuurstofmoleculen en een grote demping door eventuele waterdamp. Waarschijnlijk lukte de verbinding over 5 kilometer dus niet vanwege de hoge luchtvochtigheidsgraad van dat moment. Zendvermogen aan de ene kant van de verbinding was overigens 70 microwatt en aan de andere kant van de verbinding was dat 300 microwatt. Aldus southgateasc.org. In deel 12 over digitale modus gaan we nog even door op RTTY. Gisteren hadden we het over de twee FSK-frequenties, vaak aangeduid met mark en space, waarbij mark de frequentie in rusttoestand is. Zoals bij de meeste van dit soort digitale modus wordt de codering op audioniveau gemaakt en vervolgens via de microfooningang aan de zender toegevoerd en bij ontvangst wordt het audio van zo'n ontvanger gebruikt. Op de korte golf gebeurt dit met een SSB-zendontvanger. Dat die audiotoontjes in een SSB-zender toch gewoon een FSK-signaal oplevert kun je als volgt zien. Als je bij SSB een toon van bijvoorbeeld 1000 Hz uitzendt, dan verschijnt op de band een draaggolf. Het is alsof die toon van 1000 Hz via een zendconverter naar de amateurband toe wordt geconverteerd. Ook met de frequentieuitlezing klopt dat. Doe je dit in USB, dan komt een toon van 1 kHz, van 1000 Hz, dus 1 kHz hoger te zitten dan de onderdrukte draaggolf van de SSB-zendontvanger die je in je display ziet. Bij 500 Hz zit hij 500 Hz hoger en zo is het ook als je de frequentie 170 Hz hoger maakt dan 1000 Hz. De shift van het RTTY-signaal van 170 Hz wordt op dezelfde manier naar de zendfrequentie toegeconverteerd. Er zijn verschillende mogelijkheden om RTTY van een ontvangersignaal weer een aan- en uitsignaal van nullen en enen om te zetten. Een van die manieren is om twee audiofilters te gebruiken. Het ene filter is voor de markfrequentie, het andere voor de space. Na die filters zet je nog wat versterking en vervolgens voor elk van de tonen een schakeling die een gelijkspanning geeft naarmate mark of space sterker of zwakker wordt.
Die beide gelijkspanningen voer je ruw gezegd toe aan een vergelijkingsschakelaar die beslist of dan wel het marktsignaal dan wel Space sterker is. De uitgang van die beslissingsschakeling, ik noem het maar even zo, kan met wat versterking naar de telexmachine of een telexprogramma worden gestuurd. Dit signaal bevat dus de pulsen van de Baudot-code zoals deze is uitgezonden. Bij RTTY heb je enkele veelgebruikte reeksen letters om te testen of de verbinding goed werkt. Zo zie je wel dat er een hele regel alleen maar RI, RI, RI wordt gestuurd. De reden hiervan is dat de nullen en de enen bij de R en de I het vaakst om beurten worden afgewisseld. Dit zijn daardoor de tekens in een reeks die het meest storinggevoelig zijn. Is er ergens iets niet goed, dan zal zo'n hele reeks RI, RI dus niet foutloos overkomen. Een andere gebruikte reekswoorden is het zinnetje The quick brown fox jumps over the lazy dog. Hiervan bestaat in de meeste talen een eigen variant. Het zinnetje werd gebruikt door monteurs van schrijfmachines en van telexen. In het zinnetje komen alle tekens van het alfabet minimaal één keer voor, zodat je die alle kunt testen. Bij die oude mechanische telexen horen allerlei aardige accessoires die je tegenwoordig niet zo heel erg vaak meer tegenkomt. Bijvoorbeeld is er apparatuur om ponsband mee te maken. In feite maak je met de registratie van een ontvangen signaal op ponsband een digitale opname van het tegenstation. Ponsband is verder handig om bijvoorbeeld een stationsbeschrijving mee te versturen. Ponsbandlezers en ponsbandschrijvers kwamen voor als losse apparaten, maar er zijn ook telexen waar een lezer of een ponsbandlezer en een ponsbandschrijver zijn ingebouwd. Onder de ponsbandschrijver zit een bakje waarin de uitgestanste rondjes papier terechtkomen. Papieren rondjes van 1 mm groot of kleiner. Ik noemde ze in het verleden vaak ponsbandgaatjes, maar dat is dus precies wat het niet zijn. Het zijn de rondjes die ontstaan zijn als er een gaatje wordt gemaakt. Maar goed, in kantooromgevingen werden ponsbandgaatjes ook wel eens als confetti gebruikt. En dat is om twee redenen een erg slecht idee. Ponsband wordt geolied geleverd. Er is een flinke hoeveelheid olie in opgenomen om de apparatuur mee te smeren. Dat is reden 2. Reden 1 is dat je maandenlang nog deze restanten tegenkomt en dat in die tijd de olie dus ook al in je mooie vloerbedekking is terechtgekomen. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Bliep en de bliep. Noerdi! Let op! Noerdi nu ook in Nederland. Let op Noerdi, want dat is het. Noerdi!